Hallo mensen van Teno Gaming, ik ben Thijs en ik speel StarCraft 2 en ik ben Terran. En ik zit samen met iemand die ook Terran is en we spelen tegen een Terran en een Protoss. Dus dit kan nog wel spannend worden. Die Protoss die hebben best wel goede units, maar Terran hebben ook wel goede units. Het is al een lange tijd geleden dat we video's hebben geüpload, maar dat is omdat heel erg druk waren met school en andere dingen. Ik speel nu als Terran en What's going on? is wel fijn om bij dat je bij barracks en factories en starports kan je allemaal een reactor doen dat je twee units tegelijk kan maken. Dat is wel chill, maar het is ook wel weer irritant omdat je unit hier even bij moet blijven. Bij Protoss kan je gewoon bouwen en dan gaat je unit, kan je bouwen op mensen kan dan gewoon weer weggaan. Dat is wel jammer. Maar je hebt wel weer andere voordelen die Protoss niet heeft. Dus kijk, ik moet nu barracks hebben. Die ga ik hier neerzetten. Dat deze had ik eigenlijk ook hier neer moeten zetten om hem af te blokken. Dat als er ze een beetje gaan rushen, dat je dan tegenhoudt met je gebouwen. Dat is soms een best wel handige strategie, maar ik vind het een beetje pussy. What's going on? Okay, we moeten nog engineering B wil ik eigenlijk hebben, maar ik wil eigenlijk ja, gewoon, ik zet toch gewoon engineering B neer. Kan mij het wat boeien. Kan mij wat schelen. Zo meteen nog even wat hier een reactor opmaken. We hebben nog wat supply depots nodig. Die gaat meteen voor zijn tweede base. Die ga ik hier beneden al neerzetten. Oh, nee, niet lab. Reactor. Lab is ook wel mijn tweede. Denk ik, nee, ik ga eerst nog even wat supply depots. Even ointments aan het werk zetten altijd. Deze laat maar een tweede refinery bouwen. Straks hebben we de Vespian gas heel erg hard nodig. Dus we willen hier ook veel upgrades doen. Dat vergeten heel veel mensen soms. Dat is echt heel erg handig. Want je units worden echt best wel sterk als je het al bij level 3 hebt. We gaan zo meteen wel eventjes. Irritant ding. Dan gaan we eventjes wat marines maken. Ja, maar weer minen. Die omlaag. Tot handig kan je gewoon overheen lopen. En dan willen we zo meteen een factory hebben. Hier zo. Ja, we hebben nu tenminste iets om ons beest te schermen. Niet veel. Maar hij heeft ook al units. En hij heeft twee barracks, maar hij krijgt ook sneller geld doordat hij tweede base heeft. Deze gaan we eventjes upgraden naar Orbital Command. We hebben nu vier marines. Er nog even twee bij. En dan ga ik zo meteen factory wel een tech lab op doen, dat ik daar tanks kan gaan maken. Heel handig tegen Protoss. En ik wil tweede barrack hebben. Deze gaan we even gebruiken voor extra supply depots. Als je deze doet dan krijg je supply depot 8 supply meer, dus dan heb ik sneller of minder geld uit te geven voor supply depots. Dat is wel chill. Weapons. Add-on complete. Nog twee bij. Ja, twee. Een tank. Als deze klaar is, mag je daar gaan werken. Dan willen we hier een tech lab opzetten.
Hier willen we de Siege Deck upgraden, die is echt heel handig. Tech Lab. Siege Deck 100. Toch wel verwachten. Tank. Meer marines. Add-on complete. Hier willen we zo meteen de shields upgraden. Dat is wel, die zijn best wel handig. Meer dat ze meer levens hebben. Hier is supply depots. Bad news. You want a piece of me, boy? Great. Armed in. Denk ik maar eventjes 400. 400 gesparen, dan bouw ik hier even een tweede command center. Als zometeen siege deck is geüpgraded, zet ik deze hier gewoon in siege mode neer, dat hij hier alles dood kan schieten. Dus deze bijna klaar. Die is klaar. Dan kan je hier een command center neerzetten. Siege mode. Hij heeft net al één iemand gekild. Dus ze hebben allemaal nul. Die ga ik eventjes hier neerzetten. Om eventjes degene die aan het bouwen is te verdedigen. Meer flypo's. Althandig. Dan willen we bouwen. Een starport. Shit. Research complete. Okay. Base is under attack. Hij heeft nu medivacs, die healen units, gewoon tech lab. Reactor is daar soms ook wel handig, maar doe dit deze keer niet. Ik bouw zo meteen misschien nog een tweede, dan doe ik dat, denk ik. Ik wil wel die tweede base hebben. Niet zo'n klein beetje. Oh, ik krijg net heel langzaam geld. Tweede base. Dan zetten we deze gewoon beneden neer. Alles beneden. Ook beneden. Siege mode. Die gaan daar naartoe. Die ook daar naartoe. Ik denk dat we daar al gaan staan. We willen nog een mule. Dan willen we nog een bunker hier hebben. Dat we goed kunnen verdedigen. Dan wil ik nog een paar medivacs hier hebben. Siege mode. Daarna ga ik denk ik banshees maken en dan upgrade de cloaking field daarvoor. Dus we kunnen cloaken. Nou, waar is de SUV? Die mag je zo meteen ook een refinery gaan bouwen. Kunnen er vier marines daarin gaan zitten. Natuurlijk. Concussion shells, zodat wordt elke unit die er wordt geraakt, een van die drie die wordt dan geslowed, die krijgt dan slowing ding effect, dat ze langzamer worden. Krijgt van achter aanvallen, gok ik.
ready for dust off. SCV ready. Nog wat meer van deze erbij. Medivac. Research complete. SCV ready. En not dan gewoon ook nog een Banshee. Life flights. This better be good. Research complete. SCV ready. Tank erbij, denk ik. En nog een mule. Nog wat marauders. Nog meer banshees. En ik zie daar een leger van marines. Hij zou het... Oeh, oh, zie je lot. Our allies are being attacked. Dat is niet zo chill. Als die mij aanvallen, zijn we fucked. Oh, hij heeft nog een leger. En ik wil wel nog eventjes een... Die wil ik nog hebben. Our allies are being attacked. Ja, we hebben het hele leven. Ja, dat ging wel goed. Waiting on you. Call the ball. Die cloak. Terug. Willen we meer banshees? Engine screaming. Zowel bouw jij nog maar wat. Supply depots. Want die hebben we zo meteen nodig om meer banshees te kunnen maken. En dan willen we ship weapons upgraden. Dus dat een additional supply voor de banshees. Is under attack. Oh, ik stuur mijn banshees. They ain't getting far. En... Yep, hier gaan ze eraan. Ik heb nu alweer heel veel geld. Zeg maar nog veel tanks. Nog wat marauders. Heel wat marines. En ik ben alweer bijna door mijn geld heen. Ik doe nog wat extra. Oh shit, sorry. Dat ik even niet hoor. Dat is niet zo handig. Not enough minerals. Oeh, ik wil die upgrade wel hebben. Upgrade snel, complete. Mine. Yep, upgrade. En... daar naartoe. Mineral field depleted. Ik wil nog wel wat meer banshees. En dan kunnen we via air naar de achterkant van zijn base vliegen. En dan gewoon... cloak, dan kunnen ze niks doen. Dan zien ze ons niet. Complete. Hopelijk. Hebben ze geen air defense, dan kunnen ze wel zien. Extra supplies. Mule. Oké. Upgrade. Ik heb complete. Nog een... scan nodig, denk ik. Where's the emergency? Die cloak. Engage. Armed and ready. Okay.
Picking up. Nee, ik ga niet zo aanvallen. Hij gaat dus volgens mij aanvallen, ja. Dan blijf ik wel een beetje het base defenden. En dan gaan jullie hier naartoe. Can do. Ja, hij gaat aanvallen. Our allies are being attacked. Dat doen we ook. Alle units. You gonna give me orders? I feel you. Op jullie na. Jullie moeten kijken of hier nog tweede base zitten, want dan kunnen we die our allies are being slopen. That's fine. Ik zie er daar wel heen. Awesome. I got my ears on. This could get messy. This better be good. Our allies are being attacked. Mayday! Mayday! Even niet door, dat was niet zo handig. Oké, zijn hele base gaat eraan. En dit winnen we, zo te zien. Waarschijnlijk voor een nieuwe base weg aan gaan. Kleine volk. Holla back. Targets acquired. Nee. We gaan alles hier nog slopen wat er nog is. Vol die maar aan. Ze hebben best wel veel gebouwd. En misschien hebben we gebouwd heel snel leger. En sloop alles. Vespine Geyser exhausted. You gonna give me orders? That's fine. Roger that. I'm on it. Holla back. Niet zo slim. En als we medivacs gaan gaan. Confirmed. Target acquired. This better be good. Who wants some? Armed and ready. Achtervolg de base. Waarschijnlijk heeft hij ergens een base hangen en moeten wij dus gaan opzoeken met Vikings. De dood. Roger that. Call the ball. Mineral field depleted. That's fine. Huh? Go ahead. We hebben het toch niet meer nodig. Dus ga maar ergens naartoe. Boeit niet. Ja, gewonnen. Gewonnen. En eens kijken.
Ik heb sowieso het minst gedaan. Score summary. Ja. En kill count. Zo. Nou, dat was dit dan de eerste video van StarCraft. En tot de volgende keer.